Cornuit legt uit. De podcast van Wakker Nederland. Hier is jouw presentator. Jaap Cornuit. Ja, nee, het is een raadsel. Een raadsel? Ja, oh. Ja, het gaat zo. Ja? Het is niet mijn broer. Nee. En toch is het de zoon van mijn vader. Ra, wie is het? Wat? Ja? Nee, dit moet jij raden. Ja, raden? Nee. Wat? Nou, oké. Ja, ik zeg het nog een keer. Ja. Het is niet mijn broer. Nee. En toch is het de zoon van mijn vader. Oké, ja. Ra, wie is het? 34. Hè? Nee, 34. Dit is geen rekensom, hè, Frank? 35. Nee, nou... Oké, ik vertel het raadsel nog één keer. Ik dacht trouwens dat je vader dood was. Ja, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Hé? Want je zegt zelf, het is een zoon van mijn vader. Ja, nee, ja. Oké, het is niet mijn broer. Nee. En toch is het een zoon van mijn vader. Ja. Wie is het? 12. Dat ben ik zelf. Hé? Dat ben ik zelf. Dat ben jij zelf? Ja, de zoon van mijn vader en niet mijn broer, dat ben ik zelf. Ja, maar waarom moet je dat dan aan mij vragen? Dat weet je toch zelf dan ook wel? Ja, maar het is een grappie, Frank. Hé? Oh mijn god. Is nou, het een grap? Ja, welkom luisteraars en luisterettes. Leuk. En fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Cornuit legt uit. Ja. Dit is aflevering 147 alweer. We gaan het toch hard, hè? Ja. Ja. Nou, mijn naam is Jaap Cornuit en Chantal is er nog niet. Nee. Ik heb geen idee waar ze is, maar laten we hopen dat ze niet weer ontvoerd is door een serieverkrachter. Over serieverkrachten gesproken. Hè? Weet je, er komt weer een nieuwe film van Indiana Jones, hè? Ja, maar wat heeft dat nou met de verkrachting te maken? Nou, dan heb je zeker deel 4 nog nooit gezien, hè? Oh. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Ja. Mijn god, wat hebben ze die serie verkracht. Ja, oké. En zo kan hij wel weer. Ik vond het toevallig een hartstikke leuke film. Hè? Huh? Oh. Ja. Nou, dat goed. Is een goeie. En vandaag geven we dus duidelijkheid over de mondkapjesaffaire, hè, met Hugo de Jonge en zo. Hoe zit dat nou precies? Daar gaan we op in. Ja. En we hebben een paar nieuwe rubrieken, namelijk de rubriek Vraag het aan Frank. Ja. En eindelijk hebben we eens een echte kookrubriek van onze nieuwe excuus-indo. Ja. En die heet... Bekotek. Oh ja. Voor vrienden Ronnie. Oh, Ronnie. Dus nou, ik heb hartstikke veel zin in. Ik ben benieuwd wat hij gaat maken vandaag. Oh, vast een lekkere Indiaanse curry of zo. Ja, nee. Ja, nee, dat is een misverstand, hè. Huh? Het is Indonesië, hè. Indisch is Indonesië, niet Indiaas. Het is allemaal hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Okay. Hallo jongens. Ja, hallo Chantal. Hallo. Ja, wij waren alvast begonnen. Ja, sorry dat ik wat later ben vandaag. Ja. Maar ik ben even bij de Indische toko geweest. Oh. Ja, ik dacht, het is zo lekker weer. Ik wil even trakteren op het lekkere Indische hapje. Okay. Ik heb ze hier in de zak. Oh. Zullen we zo even lekker opscheppen? Ja, oké. Ik dacht, dat vinden jullie vast wel lekker. Ja. Hey Chantal, bij welke toko ben je geweest? Ja, ik ben geweest bij Toko de Waterlelie, hier op de hoek. Oh ja, ja. De Waterlelie? Ja, dat is lekker. Daar hebben ze lekkere dingen. Ja, nee, daar kom ik niet meer. Hè, hoezo niet? Nou, ik vind die eigenaresse maar een heks. Oh, nou Jaapie, dat kun je toch niet zeggen? Chantal, sorry, maar ik heb daar hier geen tijd voor. Ja, maar... We moeten door met het programma. Ja. Oh, ja, Chantal. Ja? Ja, ik had net... Jaap vertelde net een leuk raadsel. Ja, oh, nee. Ja, moet je opletten. Ja? Het is niet mijn broer. Het is niet je broer. Maar het is toch de zoon van mijn vader. Ja. Ja. Wie is het? Oh, ja, maar... eens even denken. Ja. Dus het is niet jouw broer. Nee. Maar toch is het de zoon van jouw vader. Ja. Ja, maar... Weet je? Ja. Dat is een moeilijke. Weet je het antwoord? Ja. Nou. Tja. Ja. Oh. Hallo, daar ben ik dan. Oh. Ja. Oh, hallo Ton. Ja, hallo. Ja, wat is het nou? Is het hier open huis of zo? Hey. Nou, sorry dat ik een beetje te laat ben. Oh, Ton. Maar ik... Ja, je moet hier. Hey? Frank, die had een raadsel van Jaap. Ja. En ik weet het antwoord niet. Ja. Misschien kun je meehelpen. Ja, het gaat zo. Ja? Het is niet de broer van mijn vader. Nee. Nee. Het is niet mijn broer. Hoe was het nou ook alweer? Nou, het is... Ja. Het is niet mijn broer. Ja. Nee. En toch is het de zoon... Ja, precies. Oh mijn god. Jongens, ik wil door. Toch is het de zoon van mijn vader. Ja. Wie is het? Oh, laat maar. Die ken ik al. Hè? Ja joh, die is al 100 jaar oud, man, die grap. 100 jaar? Ja. Ja? Ja, die heeft een baard. Een baard? Oh, okay, dus hij is 100 jaar en heeft een baard. Ja. En het is een zoon? Ja. Nee? Nee, joh. Ja, het is een zoon een van zoon. Nou, ik geef het op. Ja.
Ja, het is Jaap. Hè? Nee, joh. Maar Jaap heeft toch helemaal geen baard? Oh. Nee. Nee. Nee, maar het is een grap, hè? Zo kende ik hem nog niet. Nee, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hey, en wat kom je eigenlijk doen? Hè? Maar ik moest toch gewoon... Nee, je bent veel te vroeg. Te vroeg? Ja. Ja, joh. Hoezo? Nee, het is nog lang geen zomertijd. Oh? Nee. Nee. Oh, nou, dan ga ik weer. Ja, dag. Dag, hoor. Dag, Ton. Dag. Dag. Oh, mijn god. Oké, breek het nieuws. Breek het nieuws. Brekend nieuws bij Kornuit legt uit. Brekend nieuws. Altijd het laatste nieuws als eerste. Oh, ja, Jaapie? Ja? Ja, nee, ik heb geen koffie vandaag. Oh. Maar ik dacht, ik heb van de toko ook lekkere chendol meegenomen. Dat is een Indisch drankje. Chendol? Ik dacht of je dat misschien wel lekker. Wat is dat, chendol? Hè? Huh? Ja? Oh, chendol? Ja. Ja, dat is, is kokosmelk, hè? Ja, met, wat zit erin? Snotjes en suiker. Hè? Snotjes? Ja, een soort van groene snotjes. Nou, nee, dankjewel, Chantal. Niet? Oh, maar het is... Nee, ik sluif over. Oké, okay. Dat is lekker hoor. Nee, bedankt. Oké. Okay. Goed, wat staat er in de Telegraaf van vandaag? Oh. Ja, maar... Hè? Huh? Oké. Okay. Goed, wat staat er in de Telegraaf... Wat is er nou? Wat staat er in... Ja, sorry hoor, in maar... De... Frank, wil jij ook... Het ruikt lekker, wat Chantal. Wat staat er in de... Hè? Wat doe je? Ja, Chantal, als je zo zit te ritselen met die zak, dan kan ik het nieuws niet voorlezen, want dan ben ik niet te verstaan. Oh, nou, ik zal zachtjes doen. Nee, zo. Maar... Chantal! Chantal! Oh mijn god. Chantal, wacht dan even met dat ding, ja? Ja, maar het wordt koud. Goed. Wat staat er in de Telegraaf van vandaag? Ja? Piet Paulusma is dood. Ah. Oh. Ja, nou ja, hij was natuurlijk de weerman uit Friesland. Ja. Bekend van tv en van zijn vaste uitspraak. Ja. Oudmoorn? Oh ja. Wat betekende dat ook alweer? Dat weet ik eigenlijk niet. Ben ik vergeten. Dat betekende vast zoiets als, wat een kut weer. Ja. Ja, ik denk het. Goed. Zoals je weet, het kan vriezen, het kan dooien. En nu hebben we dus een dode Fries. Oh. Ja, het is vreselijk allemaal. Ja, verschrikkelijk. Maar ik begrijp nou wel waarom het ineens zo zonnig is. Hè? Hoezo dan? Nou, Piet Paulusma die voorspelde altijd regen. En dat kent hij nou niet meer. Oh, ja. Ja, dat is ook zo. Ja, oké. Okay, nou goed. Kijk hoor. Ik heb pastijtjes. Oh. En bapau en risoles. Wat? Wat wil jij hebben, Frank? Ja, maar... doe mij maar een bapau. Ja? Ja, ja. Oké. Okay, ja. Hier, alsjeblieft. Dankjewel. Ach, servetjes. Oh, lekker zeg. Ja, lekker. Nou, oké. Okay. Wat staat er nog meer in de Telegraaf? Ja? Even kijken hoor. Oh ja, nou ja. Dan gaan we het hebben over Hugo de Jonge en zijn mondkapjesaffaire. Oh. Want, oh. Ja. Wat we nou toch weer hebben? Nou. Hugo de Jonge die zou namelijk een deal hebben gemaakt met iemand... maar dat mocht eigenlijk dus niet. Nee. Of zo. Ja. Maar goed, ik ga dat nou dus even precies uitleggen hoe of dat zit. Ja. En dan moeten we het hebben over Siewert. Ja, Siewert. Ja. Hé? Siewert? Hé? Is dat zeehondje uit die tekenfilm van vroeger? Nee, dat is Siebert. Ja. Hé? Siebert? Ja. Ja, Siebert is een tekenfilm uit de jaren 80. Oh ja. Ja, oh. Over een zeehondje. Ja, leuk. Ja. Ja. En dit ging over, waar ging het over? Ja. Over pelsjagerij en zo, hè? Ja, oh. Ja. Ja, was hartstikke leuk. Ja, met veel knuppels en bloed en zo. Ja, dat mocht toen nog. Ja. Oh. Nee, maar ik heb het over Siebert van Linden. Oh. Ja, en wie is dat dan? Nou ja, de Siewert van Linden is dus een verkoper van mondschoeisel, mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Ja, maar waar moeten we dan aan denken bij andere beschermingsmiddelen? Ja, kruisraketten of zo, ja, weet ik veel. Oh ja, ja, en condooms en zo. Ja, ja. Hey, is dat? Dat is dus die Siewert uit dat boek van Siewert's Miljoenen. Ja. Hè? Van Kluun. Oh ja. Nee, dat boek is niet van Kluun. Oh. Het is geschreven door twee mensen van Follow the Money. Oh. Oh, ja, Follow the Money. Ja. Ja, ja, dat vind ik op zich wel een leuke band, maar ik hou niet van jazz. Hè? Hou je niet van jazz? Nee, ik hou meer van disco. Disco? Ja. Maar goed, de inkoop van die mondkapjes, dat zat niet in de portemonnee van Hugo de Jonge. Hè? Want die is minister van Volkshuisvesting en Mooie Schoenen. Ja. Maar in de portemonnee van Maarten van Rijn. En dat is de minister van Volksgezondheid en Puddingbroodjes. Wacht even hoor. Je zegt portemonnee, hè? Maar het is portefeuille. Ja, maar dat is toch hetzelfde, Chantal? Ja, nee, maar dat... Oké. Ik sprak Hugo de Jonge en ik vroeg hem om de hele zaak eens voor eens en voor altijd op te helderen, zodat we nou precies weten hoe het eindelijk zit. Laten we even luisteren. Meneer Hugo de Jonge, kunt u aan onze luisteraars even uitleggen waarom u die rare deal hebt gemaakt? Of wilt u dat niet? Of misschien kunt u dat juridisch gezien helemaal niet? Nee, dat heeft met juridisch niks te maken. Nee? Het is niet verstandig om het te doen als er nou net een onafhankelijk onderzoek in gang is gezet. En dat onafhankelijk onderzoek nog niet is afgerond. En eerst zal dat onderzoek moeten worden afgerond. Ja.
Dat zal duidelijk maken hoe het wel zit. Ja, ja. Dat biedt ook weer de mogelijkheid om daarop te reageren. Ja, oké. Okay. Maar ja, bij onze luisteraars leeft daar eenmaal de vraag van... waarom heeft Hugo de Jonge die rare deal gemaakt terwijl hij dat eigenlijk niet mocht? Kunt u op die vraag eventjes reageren, alstublieft? Ja, ik zou dolgraag daarop reageren, maar dat kan nou juist niet. Nee? Dat kan ik niet doen, want het onderzoek loopt nog. Ja, we zullen echt eerst dat onderzoek moeten hebben. Ja. En dat geeft de duidelijkheid hoe het wel is gelopen. Okay. Dat biedt ook weer de mogelijkheid tot reactie. Oké, okay, ja. Dus eigenlijk zeg je nou net twee keer hetzelfde. Nou, hartstikke bedankt. Is heel duidelijk. Oké, okay, ja, tot zover dan even Hugo live. Nou, is duidelijk, hè? Nou, ik vind het eerlijk gezegd helemaal niet duidelijk. Hij heeft helemaal niks gezegd. Nee. Ja, hij heeft juist heel veel gezegd. Nee, helemaal niet. Ja. Nee. En zelfs nog, ik even twee keer gezegd. Ja, je moet wel beter opletten, hoor, Chantal. Nou ja, zeg. Ja. Hey, ik had trouwens gehoord, hè, ja, dat die Hugo de Jonge eigenlijk een hagedis is, hè? Een hagedis? Ja. En een aanhanger van Satan. Hè? En een pedofilatelist. Oh. Een pedofilatelist? Ja. Wat is dat, Frank? Ja, wat is dat? Nou, dat is iemand die kinderpostzegels verzamelt. Oh. Ja, oké. Okay. Ja, maar je moet niet alles geloven wat de mainstream media zegt, hè? Nee, maar dit stond in de Donald Duck. En die is heel betrouwbaar. Nou, goed. Oké, luisteraars en luisterrettes, als jij wel precies weet hoe het zit met Hugo de Jonge... Ja. Laat dan je reactie achter in de comments op YouTube... of op onze eigen website cornuitlegtuit.nl. Ja, leuk. Dit was Sprekend Nieuws. We gaan wat anders doen. Ja. Frank, wil je nog iets? Ja, doe mij maar een pastijtje. Ja? Ja. Oké. Okay. Lekker. Ja. En wat wil jij, Jaap? Doe mij maar... ik wil wel een zo'n risoles. Oké, okay, ja. Dat lijkt me wel... Maar zit er geen sambal in dan? Want dat ken ik niet tegen. Nee, er zit geen sambal in. Nee? Nee, want dat is niet nodig, zei ze. Dat is niet nodig? Nee. Oh. Nee, ze zegt, het is allemaal pedis. Oh. Dat is Indisch voor lekker of zo, denk ik. Oh. Oké, okay, nou, kom maar op. Ja, nou, lekker is het zeker. Ja, hier. Mm. Zo. Mm. Mm. Ja, wat vind je ervan? Ja, het is... Ja? Wat doe je nou? Dit is heet! Oh, heet? Hoezo geen sambal? Oh. Mijn bek staat in de fik! Oh, hier, neem gauw een chendel. Ik moet... Ja. Oh, mijn god. Neem die chendel, want dat blust. Kom op nou. Ja. Ja. Je Huh? Dat spul is best wel lekker. Ja, toch? Oh, lekker zeg. Kokosmelk met snotjes. Ja. Ja. Oké, okay, nou, is een aanbeveling. Nou, mooi. Nou, wat een belevenis, hè, dat Indische eten. Ja, leuk, hè? Ja, bij mij zaten er niet zoveel snotjes in, maar ik heb er wat van mezelf in gedaan. Echt, godverdomme, Frank. Je luistert naar Cornuit legt uit. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Ja, mijn naam is Frank. Frank. Oh. Mijn naam is Frank Groot en dit is mijn nieuwe rubriek Vraag het aan Frank. Ja. En in deze rubriek geef ik antwoord op vragen van luisteraars en luisterettes. Ja. En de vraag van deze keer komt van Liesbeth. Oh. En zij is 21, ja, een tandartsassistente en ze woont in Soesterberg. Okay. En haar voornaamwoorden zijn zij en haar. En haar vraag gaat over de zomertijd die binnenkort ingaat. Oh, ja. En haar vraag is... Ja. Zomertijd? What the fuck? Oh. Nou, bedankt voor je vraag, Liesbeth. Ja. Goeie vraag, hè? Ja, goeie vraag. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk geen idee. Oh. En daarom pak ik even Google erbij, want die weet altijd het antwoord. Oh, ja, maar... Eens even kijken. Wat zegt Google? Goed. Ja. Zomertijd, in België heet het zomeruur. Zomeruur. Is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur te verzetten. Ja, maar... Dat wil zeggen dat de klok een uur verzet wordt ten aanzien van de standaardtijd, die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt. In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is, terwijl de meeste mensen nog slapen. Ja, en door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer donker en blijft het s'avonds juist langer licht. Ja. En de periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. Oh ja. Ja, precies. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op elektrische verlichting. Nee, dat is niet zo. Maar het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden. Ja, hartstikke duidelijk. Dat is flauwekul. Dan is het antwoord op je vraag. Oh. Graag gedaan. Maar Frank... Dan weten we nog steeds niet wanneer de zomertijd ingaat en of we de klok voor of achteruit moeten zetten. Hé? Achteruit? Ja.
Zetten we de klok voor of achteruit? Nou, bij mij hangt de klok gewoon aan de muur. Oh. Niet aan de achteruit. Ja, nee, maar ik... Heb jij nou ook een vraag waar je het antwoord niet op weet en je bent te lui om te googlen? Ja. Laat het ons even weten in de comments op YouTube. Ja, of op onze eigen website, cornuitlegtuit.nl. Ja, leuk. En dan geef ik het antwoord, denk ik. Ja, ja, wie weet. Mijn naam is Frank Rood en dit was Vraag het aan Frank. 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 Frank. Reclame! Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de letter W. De letter W. Wat een leuke letter. Reclame! Adoe, zo leuk. Hou je van lekker eten, ja? Luister dan naar mijn kookrubriek en leer de lekkerste Indische recepten. Kook lekker mee met mij in mijn kookrubriek, Ronnie's kookrubriek. En ben jij eigenlijk slecht in koken? Maak je niet dik, dat gaat vanzelf. Dat wordt smeller. Doe zo lekker. Goeiedag dames en heren. Ja. En jongens en meisjes ook. Leuk. Welkom in mijn kookrubriek, Ronnie's kookrubriek. Ja. Mijn naam is Tekotek Anakayam Turung Berkotek, maar vrienden noemen mij vaker Ronnie. Ja. Ik weet niet waarom. Ze zeggen dat is makkelijker. Ja, het zal. Ja, is ook. Goed, vandaag ga ik je uitleggen hoe jij moet maken een heerlijke nasi goreng. Oh. En veel mensen denken dan, oh, maar nasi goreng is hartstikke moeilijk om te maken. Maar nee hoor, is echt heel makkelijk. Oh. Zelfs een tolol kan maken. Ja, oké. Okay, jij ook. Ik ga nou zeggen de ingrediënten. Dus pak even jouw pen en jouw papier of jouw laptop. Oh, ja. Dan ga ik nu zeggen, want je hebt niet veel nodig. Nee. Je moet alleen maar hebben rijst, één lenteui, blik ham in blokjes, 125 gram magere spekreepjes, 125 gram kleine garnalen. Oh, ja. Als je wil. Hè? Eh? Als je lekker vindt, moet je doen. Als je vies vindt, moet je laten. Hè? Want je moet niet vies maken. Dat is vies. Nee. Toch? Ja. Maar als je lekker vindt, kan je gewoon doorheen doen. Oké, dan heb je nodig één kemiri en één stuk trasi. Maar je moet weten, trasi stinkt verschrikkelijk. Ja? Dus als je gaat maken, adoe, dat stinkt. Dus doe even oude kleren aan, want jij stinkt nog een uur in de wind, hele week. Oh, ja. Dan heb je nodig 1,5 grote theelepel vetzin en 1 à 2 grote theelepels sambal. Als je lekker vindt. Als je houdt van heet, moet je doen. Als je zegt, heet, de vlammen schieten uit mijn reet, moet je laten. Oh. Ja, want sambal is pedis. Dat betekent, mijn god, ik ga dood. Dan heb je nodig 2 eieren en eventueel, als je wil, kroephoek en augurkjes. Oh. Ja, niet meebakken natuurlijk. Dat is voor later als het op je bord ligt. Dat is garnering. Is lekker voor de bijt. Ja. En heel belangrijk, satéetjes. Oh, lekker. En die koop je kant en klaar, want dat is lekker makkelijk. Oké, dat waren de ingrediënten. Ik hoop dat je hebt meegeschreven. Het is niet veel, ik zei het al, het is weinig. En dan gaan we echt beginnen met het koken. Ja. En natuurlijk moet die rijst eerst godok, hè. Godok moet even goed en dan even adoek, hè. Beetje zo, want anders dan is het allemaal plakkerig en dan moet ook goed laten afkoelen. Want anders ben je de pisang. Oh, oké, dan gaan we wakken. We wakken die garnalen en de vlees eventjes tot een beetje goreng. En dan moeten we even ajak, want anders te veel vocht, hè. Maar, nou, haal je eruit. Ja, maar wat is de... Gaan we de boemboe maken van al die kruiden en de ui en de trasi en de kamiri en de katoenbar en de jinten en de fetsin en de sambal, als je wil. Hè? Ja, als je zegt, ik wil niet, doe je niet. Nee. En dan gewoon even fruiten. En als die boemel gefruit is, gooi je die hele rotzooi in de wok. Ja, je rijst en je vlees en je garnalen en die ei. Ja. Je doet allemaal erbij. Okay. En dan gewoon even goreng, even goed roeren ook. Ja. Even adoek. Ja, en dan niet te lang. Hè. Je kan wel tempo doelu, maar je moet goed blijven roeren. Anders alles goes song. Aangebrand. Kun je weggooien. Nou, je ziet vanzelf, het is klaar. Ja. Dan haal je druit. Schep je op je bord. Ja. Je doet augurk bij. Je doet kroephoek bij. Je doet je saté bij. Je doet de saus bij. Saté saus. Lekker, gewoon lekker van de Albert Heijn of de Lidl of de Aldi. Oh. Gewoon kant en klaar. Niet moeilijk doen. Oh. Anders word je maar tolol van. En we willen lekker sanang kunnen maken. En dat is alles. Een kind kan de was doen. Oh. En als je hebt gemaakt, je gaat proeven. Ja. Doe zo lekker. Oh. Maar let op. Ja. Als de hinkende zwaluw zijn vleugels spreidt over de sawas van smaragd. Dan zal de driepotige aap het winnen van de eenoogige draak. En de tempel der 37 wijsheden betreden. Waar hij zich zal wassen in de fontein der edele delen. Oh. Oftewel, niet te veel eten hoor. Oh. Salamat makan. Ja. Eet lekker. Oh. Adoe zo lekker. Ronnie's kookrubriek. Dat wordt smeller. Je luistert naar Konijn legt uit. Elke woensdag rond de klok van 5. Konijn legt uit. Met jou, Konijn.
Nou, ik vond het leuk. Ja, nee, nou, ja. Ik heb mijn twijfels over die kookrubriek. Oh. Ja, nee, maar volgens mij zit niemand daarop te wachten. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Oh, nou ja, weet je, het levert in ieder geval extra subsidie op, dus... Jongens, ja? Ja, we zijn er weer in. Okay, oh. Ja, nou, daar zijn we weer. Ja. Leuk was het, hè? Ja. Lekker koken met Ronnie. Zo. Heb je meegebakken? Ja. Oh, ik ben benieuwd, hoor. Leuk, hè? Nassie, jam. Ja, echt goed. Lekker. Maar goed, ja, zoals we vorige keer hadden al gezegd, zouden we weer eens een loterij doen. Ja. Want we hadden namelijk een verzoekje van een van onze luisteraars, Nicolaas Onsie. Onsie, ja. Ja, doe nog eens een loterij, alsjeblieft, hè? Want ik wil graag iets winnen, want ik heb te weinig spullen. Oh. Of zoiets. Ja. Goed, nou, dan had ik dus bedacht... even kijken hoor. We gaan het een beetje anders doen dan normaal. Ja. Want, normaal. Ja. Dat is seizoen 1 dat we het voor het laatst hebben gedaan. Ja, is lang maar geleden. Toen deden we gewoon iemand random uit de comments kiezen. Ja. Onder onze subscribers. Mm-hmm. Maar nou moet je er echt iets voor doen. Oh. Namelijk het antwoord geven op de volgende vraag. Ja. Daar komt hij, let op. Ja. Het is niet mijn broer. Ja. En toch is het een zoon van mijn vader. Oh. Ra, wie is het? Oh ja. Dat is de vraag. Nou, weet jij het goede antwoord? Nee. Bel dan even naar ons telefoonnummer. Oh. 06 ja? 48.486.171. 48 miljoen, maar... Ja. Hè? Wat is dat voor een raar telefoonnummer? Nou, simpel toch? 06 ja. 48.586.171. Ja, Pi, zo kun je toch geen telefoonnummer opnoemen? Hè? Ja, natuurlijk wel. Kun je niet het nummer even spellen voor ons? Dat is toch duidelijker? Spellen? Ja, gewoon cijfer voor cijfer. Oh, ja, oké. Ja? Even kijken hoor. 064845. Nee, wacht even. Hè? 064858. Ja. Oh, wacht even. Nee. Hè? Nee, wacht. Wat? Dit is helemaal niet het nummer. Nee. Dit is het nummer van mijn tandarts. Oh. Ja. Nee, het goede nummer is 06. Ja. 12345. Ja. Maar dat nummer is veel te kort. Ja, is lekker kort. Ja, maar een telefoonnummer moet toch 10 cijfers hebben? Nee, natuurlijk niet, Chantal. Ja, natuurlijk wel. Heb je wel eens 112 gebeld? Hè? Nou, dat zijn ook geen 10 cijfers. Ja, nee, maar... Dat zijn er maar 3, Chantal. Ja, maar dat is... Oh, wacht even. Ik had voor de loterij een speciaal nummer aangevraagd. Oh? Speciaal nummer? Ja, een 0800 nummer. Oh. Oh ja! Ja, dat is waar ook. Ja. Ja. Goed dat je het zegt, Frank. Oké. Okay. Nou goed, als je dus het goede antwoord weet op de vraag... wat was de vraag? Het is niet mijn broer. Ja. En toch is het de zoon van mijn vader. Ra, wie is het? Ja. Dan bel je naar ons 0800-nummer. Ja. En misschien win je dan een prijs. Ja. Maar Jaapie, dan moet je het 0800-nummer wel even opnoemen, toch? Nou, het is 0800. Maar er komt toch iets achteraan, toch? Oh ja. Ja, het is 0800 ja. Cornuit. Oh. Ja, en Cornuit is dan geschreven met een Q. Hè? Want met de K was al bezet. Oh, maar... En ook met een lange U. Hè? Een lange U? Ja, dus U, Griekse ei, hè? Ja, maar... En zonnepuntjes. Oké. Nou. Ja, maar het is een beetje ingewikkeld zo, hè? Ja, vind je? Kunnen ze niet gewoon via de website reageren? Ja hoor, dat kan ook. Oh. Dat is www.cornuitlegtuit.nl. Ja, nou, dat lijkt me een stuk makkelijker. Hé, hey, Jaap? Ja? Wat kunnen we winnen dan? Oh, ja. Nou, jij kan niks winnen, want je mag niet eens meedoen. Huh? Nee joh, je werkt toch bij ons? Werken. Oké, maar de hoofdprijs, en de enige prijs trouwens, is helemaal gratis 1 kubieke meter gas. Oh. Ja, want mijn god, wat is het duur, hè? Nou, oh. Enorm. Heb jij dus behoefte aan een extra beetje gas? Ja. Nou, doe dan mee, hè? Ja, doe lekker mee. Dus, het is voor niks. Ja, maar Jaapie, hoe gaan we dat gas dan bij die mensen brengen? Gewoon simpel. Ik spring op een fiets en dan duw ik het door de brievenbus. Hè? Met een slangetje of zo. Oh, ja, maar is dat niet gevaarlijk dan? Ja, maar Chantal, het is gratis, hè? Dan moet je niet klagen, hè? Oh, ja, dat is ook zo. Ja. Je moet een gegeven paard... Niet in de bek schijten. Oh. Nou goed. Ja, weet je, ik kap ermee. Oh. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ja. Vergeet niet te liken en te abonneren. Mm. En dan zijn we er de volgende keer weer. Ja, leuk. Doei. Houdoe. Dag. Zo, wil er iemand nog een bapau of risoles? Nee, maar ik wil wel nog wat snotwater. Oh, dat heb ik niet meer. Wil je mag gewoon wat van mij hebben? Nee.